Rotterdam, de grootste haven van Nederland en poort van Europa, kent een dagelijkse goederenstroom van enorme omvang. Een belangrijk deel daarvan wordt aan- of afgevoerd per trein. Elk etmaal worden in Rotterdam meer dan 2000 goederenwagons verwerkt. Automobilisten weten daarover mee te praten. Al die wagons met verschillende bestemmingen worden op verspreid liggende rangeerterreinen in de Rotterdamse regio afgehandeld. Een grote verbetering is ingetreden met de ingebruikneming van het reusachtige rangeerterrein Kijfhoek ten zuiden van Rotterdam. Een emplacement dat meer dan 4 kilometer lang is. Rangeerders ontkoppelen de wagons van elke binnengekomen trein aan de hand van een computerlijst waarop precies de bestemming van elke wagon staat aangegeven. Als de wagons op basis van de lijst zijn losgekoppeld, krijgt een rangeerlok vanuit de centrale toestemming om te gaan heuvelen. Dat betekent dat de wagons naar een heuvel worden geduwd aan het begin van de 36 verdeelsporen waarop de nieuwe goederentreinen worden samengesteld. Eenmaal over de top rijden de wagons op eigen kracht de heuvel af. Terzijde van de 5 meter hoge heuvel ligt het hoofddienstgebouw. Met op de tweede verdieping een computerzaal die het elektronische hart vormt van het geautomatiseerde heuvel- en rangeersysteem. Een verdieping hoger, in de centrale seinzaal, kan men het hele terrein overzien en ook de juiste samenstelling van de nieuwe treinen op een beeldscherm controleren. Wat bij het reizigersvervoer overstappen heet, wordt bij het goederenvervoer heuvelen genoemd. Het automatische proces begint direct voorbij de top, waar elektronische apparatuur onder andere het gewicht van elke wagen meet. Dat gewicht is mede bepalend voor de snelheid waarmee de wagons, soms ook meer dan één, de heuvel afrollen. Alle op de heuvel gedane metingen worden in fracties van seconden door de computer omgezet in bevelen. Zo worden onder andere de luchtgestuurde railremmen precies ingesteld op het gewicht van de passerende wagon, die daardoor wordt afgeremd. Aan de hand van eerder ingebrachte gegevens regelt de computer ook de juiste wisselstanden, zodat elke wagon naar het voor hem bestemde verdeelspoor kan rollen. Railremmen onderweg zorgen er dan nog voor dat een wagon niet te snel op zijn voorganger kan inlopen. Het rangeerterrein Kijfhoek is met zijn capaciteit van een kleine 2000 wagons per etmaal een van de grootste en zeker een van de modernste van Europa. Het is afgestemd op de nog steeds groeiende goederenstroom van en naar de haven van Rotterdam.